Het is heel teleurstellend dat het niet gelukt is om een pensioenakkoord te krijgen. Want het gevolg is dat het pensioenstelsel wat we hebben nog steeds niet klaar is voor de toekomst. En dat is wel nodig. Want jongeren nu betalen heel veel premie, maar hebben weinig zicht op een goed pensioen voor de premie die ze betalen. En dat gaat een keer vastlopen. En voor ouderen nu geldt dat keer op keer de pensioenfondsen niet het volledige pensioen kunnen uitkeren. Dan wordt er weer afgestempeld. En die twee problemen gaan steeds groter worden. En daarom is het zo belangrijk dat de polder, werkgevers en werknemers, wel tot een afspraak komen. Dat is nu niet gelukt. Wat mij betreft, en wat het CDA betreft, staat het nu niet stil. Want een van de grote vragen voor de toekomst blijft. Als we allemaal steeds ouder worden, dan kan het niet zo zijn dat we ook maar steeds later met pensioen blijven gaan. Daar moet een oplossing voor komen. En ik heb gisteren het kabinet gevraagd, en gelukkig heeft de meerderheid van de Kamer het ook gesteund, om te gaan onderzoeken hoe we dat kunnen oplossen, dat grote vraagstuk. Dat is niet van vandaag op morgen, want het gaat om vele miljarden euro's geld wat je uit moet geven aan misschien pensioenen, maar misschien ook aan zorg, aan onderwijs, aan veiligheid. Dus we staan voor grote vragen. Vragen die we alleen maar gezamenlijk kunnen oplossen. Werkgevers en werknemers zijn de eigenaar van de pensioenpot. De politiek moet de kaders scheppen. En samen kunnen we zo zorgen voor een goed en houdbaar pensioen in de toekomst.